Gemengde gevoelens bij Antwerp dit weekend, nadat het in Doornik niet won, maar ook niet verloor en dus nog altijd de beste papier heeft om zich te plaatsen voor de eindronde. Doornik, dat is het lelijke eendje in die kwalificatieronde, maar er zijn de laatste jaren al eenden gepromoveerd die nog lelijker waren. En dus, en daarvan is Antwerp zich meer dan bewust, het is en blijft gewoon een lastige tegenstander. Doornik was vooral goed georganiseerd gisteravond en Antwerp had niet de creativiteit om die stugge organisatie te ontwrichten. Doornik is een Belgisch-Franse grensstad waarnaar de Antwerp-supporter uiteraard de weg vindt. Op voetbalvlak is Doornik vooral een verrassing in de eindronde en bij Antwerp gekend als een stugge tegenstander. Antwerp kan zo goed als op volledige sterkte aan misschien wel de moeilijkste partij van de eindronde beginnen. Vooraan rechts moet Kemonier de band breken, dat doet hij na 7 minuten. Eerst ligt Martijn de weg, dan een verdediger. Pivaljevic kan in derde instantie de score ook niet openen. Het is meteen de beste Antwerp-kans van de eerste helft. Een opwarmer voor de meegereisde Antwerp-fans, waarvan een deel zelfs een plaatsje in de Doornikse hoofdtribune heeft gevonden. Meer dan opwarmers krijgen we niet in een moeizame eerste helft. Doornik doet niet meer dan op vinkenslag liggen. Antwerp mist wat creativiteit om de goed georganiseerde thuisverdediging te ontwrichten. Het is wel opnieuw Kemonier die kans nummer 2 voor Antwerp forceert. Maar zijn schot is tekenend voor de eerste helft. Moeizaam. We wisten ook van in het begin dat dat een heel moeilijke match ging worden. Zeker op dit veld, wat echt heel slecht was. En 0-0, ik denk dat we toch tevreden mogen zijn dat we de 0 gehouden hebben. Twee ploegen met een heel degelijke organisatie. Ja, maar dat wisten we ook op voorhand. Doornik, de competitie was ook heel sterk georganiseerd. We wisten dat we tussen de lijnen moesten proberen te lopen. En, ja, het was moeilijk. Maar ja, ik zeg, zoals ze zeiden, mogen blij zijn. We krijgen nog twee opwindende fases in het slotkwartier van de eerste helft. Ristovic komt uit, maar moet stevig graaien naar een geloste bal. Aan de overzijde gaat de Vriese in duel in het strafschopgebied. De trap van Del Beke raakt het been van de Vriese, maar een strafschop is toch een overdreven bestraffing voor dit duel. Antwerp kijkt terug op een iets wat bleke eerste helft. They were kick and rush playing. They are players for that. They have a very, very good contra for a team for contra. They are speed. They are very fast in front. And I find they did that 20 minutes and we didn't keep ball enough in our position. But when he took ball and he played ball position, we had a much better second half. Nou, daar is de gelf in de kleedkamer. Had hij mijn afspraak om te proberen voor te gaan in de tweede helft en doepel te scoren hier op de plaatsing. En, ja, we hebben geprobeerd, dus we blijven nu rustig. Hele week we gaan werken erop en zeker volgende weekend worden onze supporters op het dossier proberen door te gaan. De aanvangsfase van de tweede helft is echter voor Doornik, vooral Frutos, Alexandre wel te verstaan, brengt Antwerp IJzon aan het wankelen. Ristovic pakt zijn vrije trap met de borst en de nodige moeite. 10 minuten later moet Ristovic zich stevig strekken als Frutos knap in één tijd een cross uit de lucht haalt. Doornik heeft op dat moment de bovenhand. Een zwakke omhaal van de ingevallen Lukanovic 2 minuten eerder kan Doornik niet verontrusten. Antwerp schakelt pas in het slotkwartier naar een hogere versnelling in de wetenschap dat een uitdoelpunt van goudwaarde is en Doornik constant op de loer ligt. Van Hemert is opgerukt, Martijn moet zich reppen. Doelman Martijn botst even later met Kemonier. Antwerp toont zich meer, maar echt gevaar voor doel ontbreekt. Emmerik de Vriese laat op de linkerflank nog wat zien. Hij stormt op doel af, maar zijn schot mist kracht en de juiste richting. Een knappe beweging van diezelfde de Vriese even later is het slotakkoord van een al bij al teleurstellende partij. We play here, that is a cup game. You know, you have to think about results. You have to play at home. Still, it's more one game. Very difficult. If you get one goal, we have to score there two goals. Don't let not one in. That is very difficult. It's the first game, you know. Zoals ik al zei, op deze veld was het echt moeilijk om snel in één tijd te voetballen. Je moest zeker in twee tijden en dan wordt het natuurlijk zoeken tot die vrije man er is. Maar we hebben geprobeerd en jammer genoeg is het niet zo goed gelukt vandaag. Conclusie thuis afmaken. Zeker vast.
Er rijzen altijd wel wat vragen over wat zo'n ploeg als Doornik in eerste kan gaan doen. Doornik heeft wel een licentie, maar het stadion voldoet niet voor eerste. Doornik zou dan zijn wedstrijden afwerken in het stadion van Moeskroen. Wil Doornik wel en gaat Doornik volgende week op de Bosuil wel voluit gaan voor die eindronde? Trainer Laverge antwoordt. Ja, we gaan zeker, niemand zegt hier, we mogen niet of er gaan dikke stemmen op, wat kan Doornik doen in eerste klasse? Ja, ik zou het ook niet weten, maar op dit ogenblik spelen we de barrage om door te gaan. Dus ja, waarom zouden wij die kans laten liggen als ze zich voordoet? Dus we gaan alles in het werk stellen om door te gaan. Ik denk dat we, ja, oké, misschien wel een beetje elkaar waard zijn, maar ik denk dat de ervaring misschien wel de doorslag zou kunnen geven. En Antwerp heeft toch wel meer ervaring ook in eindronde. In eindrondes ook, verleden jaar eindronde spelen en nog een paar keer ervoor. Dus dat kan misschien in ons nadeel spelen. Plus dan natuurlijk ook, ja, op Antwerpen, 6.000, 7.000 toeschouwers. Voor mijn jongens is dat natuurlijk ook altijd toch iets wat aanspreekt. Hè. Spanning troef en alweer een match van het jaar op de Bosuil volgend weekend.